Leuk te kijken naar deze gloednieuwe video. Mijn naam is Switch en vandaag gaan we een pakketje unboxen, maar liefst twee pakketjes. En dat zijn onderdelen voor op mijn dak te monteren. Dus die ga ik even erbij pakken. Dit is het eerste pakketje dat we gaan unboxen. Het is namelijk van Motorkit en dat is namelijk een goede site. En het is ook sneller geleverd als het in voorraad is natuurlijk, wat ook logisch is. Dus deze gaan we even unboxen. By the way, ik doe dat met dit hier, dus ja. Dat is niet echt ideaal, maar het snijdt, dus het moet ook niet meer zijn. Oké, en dan wat we hier hebben is een 16 mm shift-up schakelpedaal. Oeh, met zwarte sticker. Oeh, ik wist niet dat ze in het zwart niet hadden. Vroeger was het namelijk in het geel, maar blijkbaar dus nu ook in het zwart. Hier komt het. Thanks Motorkit. En hier hebben we dan onze shift-up, zoals jullie kunnen lezen. Shift-up. Heel blij mee. Hey, ik weet nog niet, ik moet hem nog monteren en zo. Hij ziet er namelijk goed uit, want ik had een vorige, zoals ik denk ik al eens verteld had, maar dat was een 14 mm, maar deze is een 16 mm, die past dan wel op mijn JX. En ja, een inbusje erbij, twee rondellen, een vastklemrondel, dus perfect. Op naar het volgende pakketje. Zo, en dit is het tweede pakketje dat ik van Motorkit heb gekregen. Hey, ik heb wel betaald, hè, maar ja. Die is ook dezelfde dag geleverd, ik heb ze wel op een ander tijdstip besteld. Maar niet zoveel tijdverschil tussen. Dus op zich is het wel logisch dat ze allebei tegelijkertijd aankomt. Zo. En natuurlijk krijgen we van al die kartonnen brol. Oh, jee. Heel leuk. Ja, dat had ik echt besteld. Nee, maar zo blijft het wel op zijn plaats en beweegt niet. Het eerste wat ik besteld heb is een funnel. Een funnel van Kitaco. Deze kan je er ook gewoon afhalen, dan is het echt gewoon helemaal open. Dan zie je ook je gasschuif en je gasnaald van binnen. Dus dat gaan we ook laten monteren. En dan nu het grotere deeltje. Oeh, het viel al uit. En dat zijn deze veren. Het zijn Kitaco veren, 305 mm voor een lower tax. En ja mensen, nu weten jullie wel wat we gaan doen. Dus zeker abonneren. En blijven kijken naar mijn video's. Want in de volgende video gaan we waarschijnlijk dit monteren. Zien er nog goed uit. Mag ook als ze nieuw zijn. Kitaco, mooi stickertje. Dat is tof als je deze aan ons buitenkant gebruikt. Zo. Dan zie je ook de sticker echt. Maar dus, twee paar. Ik heb ook twee kanten aan de dag. Zoals jullie zien, ze zijn zo geleverd. Shock absorber. Hopelijk werkt het ook. Zo, en dan ga ik nu ook even de prijzen mededelen van elk onderdeel individueel. Dus dit starterkit van Shift Up 16 mm aansluiting, sorry, heeft mij 58 euro gekost. Geen verzendkosten omdat je boven de 50 of 25, want ik weet namelijk niet meer hoeveel dat was, boven hoeveel je gratis verzendkosten had. Maar dus, het was dus gratis verzendkosten boven de 25 of 50 euro. En deze was 58 euro. De Kitaco Shockbreakers Set Chrome lengte van 305. Waren voor ze allebei 125 euro. En de funnel van Kitaco inlaat met roosters diameter 42 heeft mij 18 euro gekost. Dus in totaal heeft het mij rond de 200 euro gekost. Deze drie onderdelen. Ze zijn wel van goede kwaliteit, Kitaco. Ik ben er blij mee. Hopelijk geven jullie deze video een like. Vergeet dan niet te abonneren hier beneden. Deel deze video ook met al je vrienden. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Ja.